Voor de lange termijn is er nu een belangrijke stap genomen. Er is de erkenning dat bankenproblemen in Europa, dat het een Europees probleem is. Dat het ook voor een deel het gevolg is van de gemeenschappelijke munt. Hè. Kapitaal ging vrij vloeien van Noord-Europa naar Zuid-Europa. Heeft de zeebellen in de huizenmarkt in Ierland en Spanje aangejaagd. Dus we hebben daar allemaal aan bijgedragen. Dan is het ook belangrijk dat die problemen nu gemeenschappelijk worden opgelost. Hè. Met het op Europees niveau goed regelen van het toezicht. En met ook het Europese noodfonds dat dan de banken steun in Ierland en in Spanje mede kan financieren. Ik denk dat er op dit moment te weinig regie en centrale sturing is op het bankentoezicht in Europa. Wat je toch ziet is dat het een beetje een praatclub is van allemaal nationale toezichthouders die toch een beetje hun koninkrijkjes met macht, met lokale macht, proberen te beschermen. Dus centrale zeggenschap, regie, aansturing van het oplossen van de bankenproblemen in Europa is heel erg belangrijk. Hè? En de huidige Europese toezichthouder EBA, European Banking Authority, heeft toch te weinig zeggenschap over de anderen. Hè? Het is toch te veel een praatclub. Dat is heel belangrijk omdat juist op nationaal niveau er een grote verwevenheid is tussen politiek, toezichthouders en banken, waardoor de problemen toch te veel in de doofpot worden gestopt en te laat worden opgelost. Dus mijn hoop is dat naar het Europees niveau tillen van het toezicht er ook toe leidt dat de problemen eerder worden herkend en eerder worden opgelost. Nou, dan is het ook voor de hand liggend om de ECB dat te laten doen, om een hele praktische reden. Het verdrag van Maastricht voorziet in de mogelijkheid dat de ECB dit inderdaad gaat doen. Tweede reden is dat de ECB er eigenlijk al in zit voor honderden miljarden aan euro's steun, kredietverlening aan banken. Ze hebben de functie als lender of last resort. En dan is het voor de hand liggend dat zij ook alles weten van de hoed en de rand van hoe het met die banken gaat. Dus dat zij de informatie hebben die de nationale toezichthouders ook hebben. Dus het is logisch om dat bij de ECB te concentreren. Dat neemt niet weg dat er nog hele grote vraagtekens zijn. Hoe ga je dit implementeren? Gaat de ECB het wel goed doen? Hè? Daar waar de nationale toezichthouders steken hebben laten vallen in het verleden. Nou, voor wat betreft de implementatie, je kunt juridisch die bevoegdheden denk ik op vrij korte termijn wel overdragen aan de ECB. Maar de ECB heeft nu geen capaciteit waar het bankentoezicht betreft. En je zult dus zeker de komende tijd alles via de nationale toezichthouders moeten blijven doen. En de ECB zal tijd nodig hebben om die capaciteit op te bouwen om die nationale toezichthouders goed aan te sturen. En je kunt erop rekenen ook dat er een heleboel weerstand zal zijn bij de nationale toezichthouders. Dus een bureaucratische weerstand kan ook erg vertragend werken. Want al die nationale toezichthouders die voelen daar dan natuurlijk niks over om hun macht over te geven. Nou, niet aan Brussel in dit geval, maar aan Frankfurt. Dus dat zal een langdurig proces zijn wat als het goed loopt misschien over 5 of 10 jaar zijn vruchten zal afwerpen. Dus we moeten de ECB wat dat betreft tijd gunnen. Dan is de vraag, kan de ECB wel wat nationale toezichthouders niet kunnen? Nou, ik hoop dat op het gebied van het microprudentiële toezicht, hè, toezicht houden op individuele instellingen, dat de ECB eerder met ingrijpen kan komen, hè, omdat ze minder belangenconflicten heeft dan de nationale toezichthouder. Hè. Het is een bekend verschijnsel dat als toezichthouders en banken te innig zijn, dat men de problemen voor zich uitschuift. De ECB zal dat probleem veel minder hebben. Dus ik hoop dat ze tijdig kunnen ingrijpen. Andere kwestie is, en daar zie ik wat meer problemen, dat is het macroprudentiële toezicht. Hè. Het ervoor zorgen dat in landen of regio's de kredietverlening niet helemaal uit de pas loopt en er geen zeebel zich ontwikkelt in vermogensmarkten of in huizenmarkten. Wat dat betreft denk ik dat we in de eurozone echt beter moeten opletten dan in het verleden. We hebben gezien dat het vrije kapitaal in die eurozone stroomde naar de markten waar het heel goed ging. En dus de zeebellen aanjaagden in Ierland en Spanje. En het zou fijn zijn als de ECB goed nadenkt over manieren om dat soort ontwikkelingen te voorkomen in de toekomst. En dan kan het zelfs nodig zijn om eens na te denken over het begrenzen van financiële integratie. Hoe voorkomen we dat het kapitaal zomaar, zonder nadenken, zonder een goede risicobeoordeling, vloeit van Duitsland naar Spanje? Moeten we daar niet toch een paar schotten inbouwen in het bankentoezicht die ervoor zorgen dat dat minder uit de hand loopt in het verleden? En dat zou voor de ECB wel eens heel moeilijk kunnen zijn, want de ECB heeft tot nu toe eigenlijk geopereerd onder een visie van de eurozone als één geheel, één eenheid met een vrije markt van kapitaal, van goederen
en van dienstverlening. En dan zullen ze die filosofie misschien toch een beetje moeten loslaten om ervoor te zorgen dat het vrije kapitaal niet voor extra instabiliteit zorgt in de macro-economie van de eurozone.